Je maakt niet zomaar een ontsnappingsroute in mijn gevangenis, jongens. Dat werkt niet zo. Ja! Er is iets! Oh mijn god, een geheime... Ik wist het! Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er weer zijn, jongens. En meisjes trouwens, ik vergeet het bijna. Vandaag zijn we weer hier wedergekeerd in Content Veen. En we staan op... Waar staan we op? We staan natuurlijk op onze prachtige bank, auw. En het leuke aan dit, auw, is dat ik bijna dood ben. Nee, het leuke aan dit is, jongens, is dat hij eigenlijk gewoon zo goed als af is aan de voorkant. En dat ik alleen nog maar een dak eraan hoef te maken en dan kunnen we de berg in. Maar voordat deze video begint, abonneer zeker eventjes. Like ook eventjes. Ben je nou nieuw? Reageer dan even dat je bent geabonneerd. En dan zal ik jouw reactie een hartje geven. Jee, mijn god, ben je dan eigenlijk cool ook gewoon, hè? We zijn er weer en mijn eerste doel van deze video is even gewoon het dak tegen de berg aan jieten. Zo hard als ik kan. En daarna gaan we iets anders doen. Althans, dat weet ik eigenlijk nog niet. Het is een beetje freeromen weer. Maar we gaan eerst even snel het dak eraan linken. Daarvoor moet ik wat hout hebben. En ik weet niet of ik nog genoeg hout heb. Wat ik daarna wil doen is gravel halen voor het pad. We gaan van alles doen, jongens. Altijd als ik content veen in ga, dan is het echt oké. Wat ga ik doen? Ik moet iets gaan doen. Dus altijd even zoeken. We hebben nog maar 32 hout. En dan voor de rest op zich nog wel wat los hout. Maar ik denk niet dat het genoeg is. Ik ga gewoon kijken hoeveel ik hiervan kan gebruiken. En anders moet even wat hout hakken. Oké, we zijn begonnen. En het begint natuurlijk met een houten lijntje die we dan door kunnen laten trekken. Dat is het chillen eraan. Maar het houten lijntje moet net iets uitsteken, want dan klopt het gewoon helemaal. Oeh, ik moet hier nu even gaan kijken hoe ik dat ga doen. Want ze hebben natuurlijk dat hout hier. Ja, ik denk dat ik hier gewoon 1, 2, 3 van maak. Dus dat dan dit weg kan. En dan komt hier ook een beetje hout. Maar ja, ik heb niet genoeg hout daarvoor. Man, en ik heb ook te hoog geplaatst. En dan laten we hem nu gewoon simpel doorlopen, denk ik. Wel misschien wat details erin. Dus elke keer als hij tegen de muur aankomt, dat we hem dan zo doen. Dat kan. Oeh, dat is op zich wel leuk. Ja, dit kan wel leuk zijn. Zo tegen de muur aan. Ik moet even kijken, jongens. Ik vind het serieus wel heel leuk dat het zo doorloopt. Het is wel officieel. Ik heb meer hout nodig. Oh, ik hoor ook een zombie. Oh, ik moet hier nu wel gaan belichten. Anders komen hier zo meteen creepers. Helaas. Kijk, zombies vind ik niet zo erg. Maar creepers? Oh, vreselijk. Kijk, zo meteen wil ik ook nog wat details toevoegen. Wat hobbeltjes en bobbeltjes erin. Maar we kunnen het complete principe al zien nu. Hier, als ik even hier gezellig ga staan. Kijk, zie je, het is nu al meer gewoon daadwerkelijk een huis. Omdat het, ja, vast zit aan de berg. Het is alleen nog niet zo heel veel details in het dak, maar dat komt nog. Eerst vredig even hout hakken. Eerst trouwens, eerst slapen en dan vredig. Dan kunnen we pas echt vredig hout hakken. Hout is gehakt. Ik heb echt, wat is het, 5 stacks? Ja, best wel veel. Dus het is tijd om even het dak af te maken. En laat ik jullie zo meteen het resultaat zien. Nou, het dak is eigenlijk zo goed als af. Ik moet alleen het randje erbovenop nog doen. Er zitten wat details in. Hij heeft wat hobbeltjes hier en daar. Ik ben er helemaal tevreden mee. Meer werk gaan we er niet in stoppen. Het heeft niet zo heel veel hout gekost, dus dat scheelt. Kijk, wat ik zeg, de finishing touch is natuurlijk het randje hier bovenop. Die moet nog gedaan worden. Maar dat is niet zo heel veel werk. Zo, hoppakee. Ook gedaan. En dan zouden we technisch gezien nu gewoon aan de binnenkant kunnen beginnen als we willen. Want het dak zit erop. Het voelt nu ook gewoon gelijk al meer als een huis, hè. Net als je alleen die voorkant hebt, dan ja, voelt het nog niet echt als een gebouw. Maar als je het nu zo ziet, weet je. Het is gewoon echt een huis nu, joh. Het past erbij. Oeh, trapdoors trouwens. Oeh, jullie kennen de uitspraak, hè, jongens. Een bouwwerk zonder trapdoors is niet een bouwwerk. Makkers van Plakkers, 2021. 45 trapdoors, ready om op het dak geplaatst te worden. Ik ben benieuwd hoe het eruit ziet. Bro, dit maakt het toch zoveel leuker als je alleen dit al, die details hier hebt. Zo. Ik heb op al die uitstekende puntjes heb ik trapdoors gedaan. Dus ik denk, auw, dat dat wel een goede toevoeging is, hoor. En ja, je ziet het van afstand niet zo heel erg, maar het is er. Ik vind het helemaal prima. Nou, het gebouw van buiten staat. Nu is het alleen nog maar in principe van binnenkant en een beetje de details daar toevoegen. Kan ik misschien nu ook alvast doen? Maar wat een unit is het eigenlijk, hè? Oeh, ik moet trouwens dit even doen. Deze zijkantjes. Dit is in principe best simpel opgelost, dan zeg ik het zelf. Misschien hier nog leuk. Een soort dingetje naar beneden. Oh, dat is niet eens heel verkeerd. Oh, damn. Dat is serieus best leuk. Oeh, eigenlijk heb ik dan walls nodig. Heb ik daar nog genoeg voor? Ja, ik heb er nog 6. Kijk, doen we er bovenheen en onderheen. Zo. Kijk. Oeh, leuk. Erg leuk. Maar goed, ik denk dat het vandaag wel leuk is als ik de bank heel eventjes achter me laat. En daar gewoon volgende keer weer mee verder ga. Want ik heb nu ook een leuk idee. En dat idee, jongens, dat is om eindelijk een beetje verder te gaan. Met de gevangenis. Hallo, zombie. Tot ziens, zombie. Nee, mijn idee was om eindelijk een keer even verder te gaan hiermee. Want het moet ook wel gebeuren, hè. Ik heb nog steeds heel veel mooie blokken hier liggen die je kan gaan gebruiken. Maar jongens, ik weet dat er ergens een geheime route is. Ergens is een geheime ontsnappingsroute in mijn gevangenis. En nu moet ik wel achterkomen waar die zit, hè. Want dan moeten we die dubbelcrossen. En ik rekennende is dat met een blokje gedaan in een hoekje plaatsen. Weet je, dat je zo dropt en dan valt die ergens. En ik heb de video, ik beloof het jullie, niet gezien. Dus wat ik ga doen is gewoon elk hoekje checken. En dan gewoon overal blokjes erop.
droppen. Tot er een keer een soort redzone systeem activeert. Waarom is dit trouwens weg? Dit is wel heel toevallig. Tot er een keer een redzone systeem activeert of zo. Ja! Er is iets. Oh, hij is kapot zelfs. Want hij blijft openstaan. Oh, nu gaat hij weer dicht. Nu ben ik wel heel benieuwd. Wacht. Maar dit gaat helemaal nergens heen. Of is het... Oh, jawel. Hij hoort hierheen te gaan. Oh mijn god. Een geheim. Ik wist het. Ik had de titel gezien van de video van hun. Maar ik wist nooit waar het zat. Dan heb ik het eindelijk een keer gevonden. Gaan we kijken waar die heen leidt ook, deze tunnel. Dan ben ik zo benieuwd. Nu moeten we deze tunnel eigenlijk saboteren, jongens. Moet ik hier zeker weer een blokje droppen. Kan ik gewoon weghakken. Oh, onder het ijs. Onder het ijs. Zo, ik doe alsof ik hier nooit ben geweest. Maar kijk, dit is waar hun geheime tunnel uitkomt uit mijn gevangenis. Die moeten we eigenlijk even saboteren nu, jongens. Dat vind ik wel een leuke. Eerst slapen trouwens. Laten we even in een celletje slapen. Eerst weer het ding dicht doen. Ja, kijk, eerst dat ding weer dicht. En dan gaan we even slapen in een celletje. Hatseflats. Kijk, wordt het even dag. En dan is het plan om verder te gaan met de ik ben niet slim. Ik heb mezelf gewoon opgesloten hier. Het is plan om verder te gaan. De cellen hier zijn af. Maar ja, er moet nog meer gebeuren. Want je moet hier beneden moet ook een hele ruimte opgevuld worden. Hè? Ik heb dit nog helemaal waar niks mee gedaan is. Maar laten we eerst wat ik zei. Oeh, trouwens, goeie. We gaan eerst even die tunnel van hun saboteren. En ik heb dan ook echt de meest makkelijke sabotage in gedachten. Een hele gevaarlijke. Daar zijn we. Ik heb op de dynamap gekeken even waar ik heen moest. Toen zag ik dat hier lava zat. Ze pakken even een stronkie lava. Alsof stronk een ding is, maar hè. En dan gaan we terug. Je maakt niet zomaar een ontsnappingsroute in mijn gevangenis, jongens. Dat werkt niet zo. Dat werkt niet op die manier. Helaas werkt dat niet zo. Want kijk wat wij nou gaan doen. Blokje droppen. Gaan we erin. En wat we dan doen. Haal het water eruit. Plaatsen lava. Dus a.k.a. als je die ontsnappingsroute wil gebruiken. Kijk, en dan hakken we zelfs nog heel ver naar beneden. Dat je er echt diep in zakt. En niet gewoon op het onderste blokje. En om het af te maken. Plaatsen we hier nog een blokje steen. Dat je er ook niet zo makkelijk uitkomt. Oh, je valt er gewoon perfect gelijk in. Ja, trouwens, dat vind ik lullig. Ik moet ze wel een beetje een uitweg geven. Een beetje een kans. Maar ja, het is wel gesaboteerd nu. Ik ben benieuwd of ze nu nog durven. Nou, laten we in ieder geval verder gaan. Ik moet een kantine bouwen. En beneden denk ik ook gewoon in het algemeen nog meer cellen. Ja, wat moet er nog meer? Een kantoortje van de baas? Nou, ja, misschien is wel leuk, toch? Op zich. Ik ga even denken. Hé, een pilletje. Hallo! Oh, twee cells. Hallo, jongens. Kijk, ik wil hier een soort... ja, kamertje maken. Geen idee eigenlijk. Moet even een beetje zoeken hoe en wat. Want ik heb al een hele tijd hier niet meer aan gewerkt. Oeh, ik moet dit wel dichtmaken trouwens. Ik spring er zojuist bijna in. Oh my days. Dat had wat geweest als ik er zelf inviel. Ik heb een idee. Ik denk dat ik hier een soort winkeltje wil maken. Want in die gevangenis heb je ook altijd van die winkeltjes... waar je dan gewoon dingen kan halen. Althans, ik heb Orange is the New Black gekeken en daar was dat. En voor de rest ken ik niet zoveel gevangenissen. Dus we baseren alles op dat. Ja, dit wordt wel leuk, denk ik. Hoop ik. Vooral hoop ik dat je hier gewoon dingetjes kan kopen. Maar dan heb ik alweer ijzer nodig. Oh ja, ik was vergeten hoeveel ijzer deze build kostte. Al die iron bars en zo. Oh, maar ik heb gelukkig nog meer dan een stack. Hier dingetjes doorheen droppen en kopen. En dan hier misschien een deur er naartoe. En dan kan je hier met een ijzeren deur. En dan kan je hier allemaal dingetjes verkopen. Allemaal kisten met eten. Dus gewoon je... ja, je snackplek. Je hebt ook je kantine natuurlijk. Maar hier kan je gewoon voor op je kamer. Kan je leuke dingetjes kopen. Ze moeten toch iets te doen hebben, hè, de gevangenen. Het chill is dat het gewoon lekker symmetrisch kan, dit allemaal. Zoals hier, als je nu dit kamertje kijkt. Dit gaat perfect symmetrisch zijn. Het enige waar ik wel mee ga struggelen, denk ik, is deze ruimte hier. Die is namelijk niet helemaal... het is een beetje een rare vorm, dit allemaal. Misschien dat ik hier gewoon simpel cellen van maak. Of hier gewoon het directeurskantoor van maak. Misschien van deze kamer. Zo lekker groot kantoor. Oeh. Ja, we maken wel van deze kamer directeurskantoor. Vind ik prima. Dakje er mooi op om het even lekker af te sluiten. En dan wordt dit de kantine. Vind ik prima. Zo'n een leuke plek voor een kantine, toch? Hoeft dan niet al te groot te zijn. En dan daardoor inderdaad naar het directeurshockey. En de andere kant weet ik nog echt niet. Misschien dat ik daar gewoon weer zelf van maak. Zo, oeh, dat maakt het wel even wat netter, hoor. Nu het dakje zo erop zit. Dan hier in het midden denk ik gewoon weer simpel een ingangetje zo. Die dan zo loopt. En dan met de typische... het leuke is, elke ingang en elke doorgang is een beetje hetzelfde. Dat doe ik namelijk gewoon zo. Een deur hier. Kijk. Ja, dan kan je dan weer zo'n ijzeren deur doen waar alleen een guard doorheen kan. Want we doen misschien dat alleen de guard buttons bij hun hebben. Dat zijn dan sleutels, weet je. Mijn Reno Rager en mijn Jirgit zijn allebei bijna op. Dus ik moet echt oppassen. Alsnog haal ik even het laatste beetje dirt met mijn handen weg. Plaatsen we wat groen... of wat groen, wat zeg ik nou? Wat hout in. En daarna gaan we even mijn Reno Rager redden.
Ik vind het in ieder geval fijn om al die kamers even gemaakt te hebben, weet je. De details en de dingen die ik erin doe, kan later wel. Maar zolang ik even die kamers gedaan heb, dan dat scheelt al een heleboel. Gewoon de indeling. Kijk je trouwens nou nog steeds deze video en denk je, Jotunpalen, ten eerste like dan even. Maar comment dan even, even in de reacties. Bram moet in de gevangenis. Want ik vind het eigenlijk wel leuk om Bram op te sluiten. Laat maar even leuk weten. Dat vind ik wel een hele goeie. Oh, maar deze, ik heb hier nog zoveel trapdoors. Die gaan we even meenemen. Die wil ik even bewaren voor mezelf. Oh, de belichting is wel slecht. Want het spant nu al... Ik ben 2 seconden weg. En er spant letterlijk al een zombie. Gewoon 2 zelfs. Zo, vloer erin. Helemaal top. Doe even een beetje toortjes plaatsen voor nu. Er komen hier ook kamers. Maar wat ik net zei is... Moet de Renoragger en de Jerry Eater even gered worden. Oh, ik moet trouwens ook nog isoleercellen maken. Oeh, oké. Okay. Nee, dat is wel leuk om te onthouden. Eventjes dat die er ook nog bij moeten. Echt van die gewoon lichtloze, koude rotcellen waar je niks kan. Huh? Huh? Heb jij hem nou gedood? Dat is eigenlijk fijn om hier altijd terug te zijn. Gewoon lekker in Kingdom Tutor. Zo dat nieuwe gebouw. Ik ben er wel blij mee hoor. Als ik het zo zie staan ook weer. Daar kom ik ook alweer voor. Oh ja, de Renoragger en de Jerry Eater. Ik heb de levels niet om hem te repareren. Dat meen je. Dat meen je. Heb ik gewoon geen levels om de Reno... Ik heb de Jerry Eater al gerepareerd. Maar ik heb geen levels om de Renoragger ook te repareren. Ik zie daar wel kool beneden. Wacht even hoor. Laten we even dit kool netjes benutten. Door deze zombie te killen. Gelijk even licht te plaatsen. Want ik word gek van het feit dat hier consistent beesten spannen. Hakken we 2 kool, dat meen je. Wauw. 1 ijzer. Nog klaar. Hakken we even het ijzer. Dan zetten we het gewoon allemaal in de furnace. We gaan wel gewoon wat dingen smelten. Want ik heb echt wat XP nodig. Heb ik nog iets om... Ja, ik heb koper. Ik ga gewoon koper smelten, jongens. Kijk. Heel veel koper overal in doen. Dan halen we het zo meteen allemaal uit en hebben we genoeg levels. Big brain. Oké, halen we het er allemaal uit. Level 4. Kijk. Oeh, daar gaan we al, jongens. We zijn wel level 6. En level 7. Ik denk dat dit al oprecht best wel veel is. Heb ik dan al genoeg om... Ik moet het helemaal met mijn diamond repareren. Dat is wel heel lelijk, maar... Ja, ik kan hem helemaal fixen. Kijk. Hij is er helemaal gemaakt, jongens. Ik moet wel weer even diamonds gaan minen, want ik heb nog maar 33. Dat is echt weinig. Oh, maar Renoragger heeft ook helemaal nog geen unbreaking. Dat wist ik niet. Hij heeft helemaal geen unbreaking. Heb ik een unbreaking boekje? Ja. Hoeveel kost dat? Moet ik weer XP krijgen. Jezus. 10! Nee! Waarom? 10 levels. Nou jongens, we gaan 10 levels regelen. Ik wil het namelijk wel heel graag. Nou, oké, prima. Level 3 is onderweg. Oké, dan gaan we nu heel even naar de Nether. Even wat kwarts hakken. Oeh, maar dan moet ik wel een andere pickaxe meenemen, want dit is mijn mending. Oeh, nu ik hier toch ben, neem ik gelijk even wat van die shroomlights mee. Dat zijn deze. Die heb ik toch nodig. Ja, oké. Nee, dit gaat goed. Dit kan ik trouwens gewoon met mijn Marine Destroyer doen. Deze moet ik namelijk nog steeds plaatsen onder al mijn... onder meer van mijn leaves. Ik heb namelijk te weinig. Ik vind de Nether altijd heel leuk, maar ik krijg altijd zulke rare ogen ervan. Het is zo fel allemaal. Ik krijg ze hier serieus geen XP uit. Met Silk Touch Pickaxe. Maar dat maakt niet uit. Dan neem ik ze mee en hak ik ze thuis nog een keer. En haal ik dan wel de XP eruit. Ik ben toch toevallig bij Rick. Heb jij niet toevallig wat dingen nog in je furnace zitten? Wat XP voor mij die ik er even uit kan pakken. Allemaal sneeuw hier. Wat? Hoe kan dat, Rick? Zijn er sneeuwmannen bij jou binnen geweest of zo? Oh, dat was echt leuk. Ik heb overal in Rick's huis sneeuwmannetjes geplaatst. En het is echt grappig. Er ligt letterlijk overal... Kijk, hij leeft nog. En er ligt overal sneeuw. Echt jammer weer dit. Ik denk hij heeft wel dingen die aan het smelten zijn. Nou, dan gaan we maar weer terug. Ik heb letterlijk 4 kwarts gehad en ben ik terug. Ik ben eigenlijk alleen maar voor de shroomlights gaan, besef ik nu. Maar ik hou hier wel genoeg levels uit, jongens. Kom op, kijk. Let maar op. Ik ben al level 6 hier. Al level 6, joh. Goed, laten we even wat shroomlights overal onder doen. Zoals beloofd. Voor nog wat extra experience. Wat extra licht. Zo, dat is ook gedaan. Ik heb er nog 18 over. Dat is nog meer dan genoeg. Maar ze zitten ook wel vrijwel overal inmiddels. Ook hier toch? Ja, hier ook al. Maar ik heb er nog 15 over. Dat is wel fijn. Ja, we zijn level 10, jongens. Ik heb even wat van die beesten gekild in de Nether. En nu zijn we level 10. Hè. We kunnen unbreaking op de Renoragger gooien. Allemaal waar we het voor deden. Er zijn vele makkelijkere en snellere manieren om te levelen, jongens. Ik weet het, maar we hebben het gedaan. Unbreaking. Hierop. Zo. Zo. Op de Renoragger. Stond er nog niet op. Unbreaking. Hè. Ik ben de Renoragger gelijk goed aan het gebruiken. Want ik heb heel veel gravel weer nodig voor mijn pad. En ja, ik heb nu al bijna weer 3 stacks. Dus dat is al... Nou, 4 stacks trouwens. Dus ik heb al genoeg. En dan kunnen we even de laatste leuke details op het pad toevoegen voor de bank. Ik denk dat ik volgende episode Rick wil vragen of hij met mij een kluis kan maken. Maar dat betekent ook dat ik dan op tijd eventjes al de...
binnenkant helemaal moet maken. Reageer trouwens even als jullie willen dat ik live ga binnenkort. En dan bedoel ik echt met Content Veen live, hè. Dat lijkt me namelijk serieus wel oprecht heel leuk om te doen. Ik kijk eigenlijk nooit vanaf deze kant op de vallei. Het is een hele andere point of view. Jezus, wat een huis. Doe even de leuke laatste details in dit pad toevoegen, wat ik al zei. Chillen is, dan kan je eindelijk dat gras ook zo weghalen wat eronder zit. En die rare blokjes hier. Nu ziet dat er echt uit als losse blokjes. Omdat, ja, ik kan daaronder kan je dat natuurlijk niet recht de muis klikken zoals dit. Maar ja, als je er dan gewoon wat anders plaatst. Hey, problem solved. Wat een verschil al in het pad, jongens. Dat is dan ook gedaan. Dan kunnen we nu bosjes toevoegen. Moet even kijken waar. Nou, ik denk de perfecte plek hier gewoon aan het einde. Zo, een beetje bosjes. De mistgras, want ik wil ook bamboe. Of kan bamboe op dit? Ik weet het niet. Kan jij daarop groeien? Gewoon op dirt en zo. Ik heb geen boommeel om het specifiek te laten groeien. Dus we moeten echt even afwachten. Ja, trouwens, als ik het erop kan plaatsen, groeit het er waarschijnlijk ook gewoon op. Hier? Nee, dan kan het niet hoog groeien. Als ik het nou... Kan het serieus gewoon op gravel? Dat meen je. Kan het serieus op gravel? Hier zou het kunnen groeien dan. Het groeit serieus gewoon. Dat meen je. Wat mooi. Dat vind ik leuk. Dat vind ik heel leuk. Laten we even wat hooibalen plaatsen. Hey, on a joint the game. Dan hebben we 4 hooibalen. Dat is wel heel weinig, maar het is iets. Zo, hier 2. Hier 2. Kan dat? Ja, op zich. Dat voelt gewoon wat random iets. Er is tenminste iets, weet je. Hier nog een beetje bosjes. Ja, dit is leuk, jongens. En nu moet nu nog een heel leuk terrasje komen. Met allemaal kleine dingetjes erop. Dus misschien stoeltjes of zo. Of zoiets in die richting. Gewoon waar je lekker kan zitten. Het is een bank. Het heeft geen terras normaal, maar het is mijn eigen bank. Ik bepaal het. Hij zelf bepeel. Kijk, de bamboe begint te groeien. Dat is goed. Dit uitmijnen gaat ook nog echt een hele klus worden, jongens. Ik denk dat ik die beacon dan weer aan moet zetten. Alleen, als ik hem weer daar plaats, staat hij net iets te ver. Ik had hier trouwens vorige episode in gedachten om een treinstation te maken, wat ik vertelde, weet je. Maar ik zit te denken, kan dat niet gewoon hier, dat ik van dit het station maak? Dat je dan gewoon, als je hier binnenkomt, kom je hieruit wel gelijk op het plein waar mensen vermoord worden, maar... Mooi attractiepunt. Ik kreeg ook laatst een reactie van dat ik een keer René haar cave moest laten zien. Dus ik dacht, weet je wat, ik ben er net even doorheen gelopen, maar ik ga het gewoon een keer aandachtig aan jullie laten zien. René haar cave is serieus echt heel lijp. Komt zo binnen in die mond hier. Dan heb je hier nog steeds die mine van haar. Hier heb je de chess room, heel leuk. Die is nog niet helemaal af, denk ik. Of... Oh jawel, dit is gewoon een prullenbakje. Dan kom je hier zo aan en dan kom je hier bij de furnace plek aan. En daarna dan kom je hier leuk aan. Dit zijn gewoon details dingen. Vooral, ja, hier stopt er natuurlijk niks in. Dan hier rechts heb je de axolot plekje. Nog steeds heel schattig met alle diertjes. Dan ga je verder en dan kom je bij de farm met haar coole leeuwenkop erin. En dan hier heb je de bij... Dat ziet het bijna niet in de dingen, zie je. Maar hier zit de bijenplekje met insane veel bijen. Dan ga je eruit wel goed verstopt, moet ik zeggen, die bijenplekje. Je ziet het bijna niet. En dan nog beter verstopt hierachter zit de dierenfarm. Waar alle... mega veel koeien en schapen en varkens en 1 paard staat. Amazing. En voor de rest is dat het volgens mij. Nee, hier heb je nog de... Kijk, hier zit nog een geheime kamer van. Dus René heeft allemaal geheime kamertjes hierin. En dit is volgens mij de villager plek. Die is compleet anders. Dat is met kwartsen zo gedaan. Ook echt amazing. Die zijn lekker aan het paren daar of zo. En ik hoor ze juist uit vertrouwde bronnen, jongens. Dat er zelfs nog een geheime kamer in deze... Er is een geheime kamer in de geheime kamer. En dat is de boekenkastruimte. Boekenkastruimte, dat is eigenlijk de enchanting room. En ze heeft echt overdreven veel boekenkasten gebruikt. Maar het ziet er wel echt heel lijp uit, moet ik zeggen. Dat is wel echt heel cool. Moet je nagaan dat je gewoon een geheime kamer in je geheime kamer hebt. En volgens mij hier heeft ze nog een mopdropkamer waar mop spawnen, weet ik veel. Maar ik denk dat het wel was. Dus volgens mij mis ik niks. Dat is René haar hele cave. Haar hele geheime systeempjes overal. Ja, hier kan je ook omhoog. Maar hierboven in haar hoofd van de beest is niks. Het heeft geen brein. Ja, that's it jongens. Dat is de cave van René. Als je ooit eens een keer afvroeg van wat zat er nou eigenlijk in, weet je. Nou, there you go. Maar voor nu is het tijd om deze episode alweer te eindigen. Ik heb niet heel veel progressie gemaakt. Ik heb hier een beetje, ik heb het dak afgemaakt. Ik heb het pad gedaan. Bij de gevangenis een beetje progressie gemaakt. Ik heb wat dingen geleveld, wat dingen laten zien aan jullie. Maar ik heb op het moment echt niet meer tijd. Dus dank jullie al voor het kijken naar deze episode. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Abonneer zeker even als jullie dat nog niet hebben gedaan. Volgende episode komt er weer meer progressie aan. Spreek je later, glaasje water, telt 4. Flesje bier. Doei. Yeah.